Wat doe je als het economisch tegenzit? Zoek je de veiligheid van het oude, de bekendheid van de gebaande paden, de beschutting tegen zwaar weer? Of overweeg je een nieuwe richting, de richting van duurzaamheid, vergroening? Ik ben ervan overtuigd dat innovatie de manier is om uit een recessie te komen. We kunnen ons niet terugtrekken achter de dijken en vasthouden aan het oude. We moeten zorgen dat we naar nieuwe oplossingen zoeken die ons onderscheiden in de wereld. Ik ben er absoluut van overtuigd dat alleen maar door te investeren in duurzaamheid, door in groene groei te investeren, we uit de crisis kunnen komen. En in Nederland hebben we daar ongelooflijk veel kansen voor. Op het gebied van duurzame energie, in de industrie, in de gebouwde omgeving, in verkeer en vervoer. En we zien dit soort projecten in Rotterdam al. Zo hebben we in de afgelopen 1,5 tot 2 jaar al zo'n kleine 300 miljoen geïnvesteerd in duurzaamheid. Duurzaamheid en economische groei lijken op gespannen voet met elkaar te staan. Het tegendeel is waar. Organisaties met duurzaamheid als integraal deel van strategie hebben een sterkere concurrentiepositie. Ze groeien sneller dan organisaties die dat niet hebben. Is er nou een tegenstelling tussen een economische recessie en duurzaamheid? Nou, naar mijn idee niet. Ze versterken elkaar. Waarom? In een recessieperiode wil je zo effectief en efficiënt mogelijk omgaan met al je middelen. En duurzaamheid vraagt eigenlijk niks anders van je. Dus ze versterken elkaar. Ja, wij denken dat de duurzame innovatie, dat Nederland daar gigantisch van kan profiteren. Nederland heeft vaak voorop gelopen. In handelsland, in logistiekland. En we denken dat ze dat nu ook weer als innovatieland op duurzaamheid kunnen doen. Veel bedrijven en organisaties in Nederland kozen al voor duurzame vernieuwing. En de Dutch Green Building Week biedt een goede gelegenheid om dat eens te laten zien. Uiteindelijk is het ook zo dat ook onze bezoeker, de consument, steeds sterker daarop gaat letten hoe organisaties zich op dat terrein bewegen. Dat is eigenlijk niet meer dan een logisch voortvloeien uit het feit dat je zorgvuldig met de omgeving waarin je functioneren kan wil omgaan. Een instrument als BREEAM geeft organisaties het bewijs dat hun invulling van duurzaamheid geen luchtbel is, maar aantoonbaar gunstig voor zowel people, planet als profit. Duurzaamheid is winstgevend. Green buildings versterken de concurrentiekracht van Nederland. Duurzaamheid, er zal alleen maar meer vraag naar komen. Dus als we sterk inzetten op het bedenken van slimme oplossingen voor een duurzamer wereld, dan versterken we ook de concurrentiepositie van Nederland. Zo is de Nederlandse ambassade in Washington DC de laatste jaren verduurzaamd. Resultaat is een gebouw dat fors bespaart op energiekosten en letterlijk een showcase is voor Nederlandse groene innovaties. Nou, een gong is natuurlijk altijd een mooie start van iets, een wake-up call. We moeten zorgen dat we onze economie vergroenen. Groene groei, weg uit de crisis, dat is waar we voor moeten gaan in de komende tijd. En het zou nogmaals zijn van waar zullen we en kunnen we nog verder doorzetten op dit terrein. We hebben net verkiezingen gehad en dit is voor mij de oproep aan het nieuwe kabinet om duurzaamheid een integraal onderdeel van het nieuwe beleid te maken. Dit is voor ons het signaal om met de andere Nederlandse bedrijven te werken aan die internationale concurrentiepositie, zodat we met elkaar het kennisproduct innovatie over de wereld kunnen uitrollen. Aan de slag.